Goedemorgen allemaal. Ik heb eigenlijk deze hele vakantie nog niet gevlogd. Maar ik ga vandaag 2 dagen naar Valencia en die ga ik lekker voor jullie filmen. Het is 8 uur of zo. We hebben net nog eventjes wat foto's van het strand gemaakt. Omdat er nu nog geen ene droog op het strand zit. En we gaan nu even onze spulletjes pakken. Markthal van Valencia. En hier zijn vooral heel veel etensdingetjes en zo. Ik heb per ongeluk net mijn telefoon op de grond laten vallen, heel hard. Toen ik een hond wilde aaien. Nu is hij naar zijn galamiezen. Ik zal hem even laten zien voor jullie. Ik ben er echt niet blij mee, want ik heb hem zeg maar nu net een jaartje. En ik had gewoon gehoopt dat hij het goed zou overleven. Kijk, als je hier ziet. Je ziet echt een krak. Het zit helemaal door het beeldscherm. Het was even kut, maar hey, we lopen hier even doorheen en dan zien we nog allemaal wel wat we gaan doen. We kunnen pas om 3 uur ons appartementendingetje naar binnen. Wat is dit? Weet ik niet. Als je hier kijkt, je ziet het niet echt heel goed. Het zijn zeg maar gewoon botten van mensen. Ik weet echt niet wat ik hier aan het doen ben überhaupt. Kijk, en als je hier kijkt. Ik daar een schedel. Ik ga hier weg. We zijn nu in een museumje die bij de kerk zat. Het is erg interessant allemaal. Hey, het is wel mooi. We zitten even lekker op een terrasje. Even wat eten, want we hadden trek. En we hebben hier carpaccio. Ik heb geen flauw idee wat dit is. Wat is het? Gegrilde groentes. Damien die krijgt straks een burger en we komen nog één visdingetjes aan. Dat gaan we even lekker opeten. Het duurde eventjes, 3 kwartier, maar hey, dan heb je ook wat. En wij bestellen er nog wat chicken wings of fingers bij, want dat hadden we zin in. En ik doe de camera even weg, want anders komen ze nooit meer en we willen het bestellen. Moet je wel filmen? Ja, ik film. Oké, wacht, dit gaat niet goed. Moet ik de andere kant op? Oké, doe jij het maar. Ik. Oh. Zo, wat krijgen we nou, joh? Hè? Steppen! Nou, we zijn aangekomen. Heb je wat? Ja, ik zag het bad inderdaad al. Het is hier wel mooi hoor. Ja. Ik vind het wel schattig. En we hebben een balkonnetje. Nou, we hebben deze kamer. Hier heb je zo'n mooi de airco. Oh, zo. Nee, doet het gewoon hoor. Wat nou? Ik weet niet welke. Hier hebben we onze. Oh, we hebben ook een kluis en een. Kloesjoe. En ik heb vandaag, had ik dit jurkje winkeltje, ik weet niet eens hoe die heet. Dan hebben we gaan doen. Het is van La Ibiza of zo. Doe maar. Inzet. Ja. En hier is de wc en de badkamer. En we hebben dus die steppen, dus we gaan denk ik straks gewoon even lekker steppen of zo. Thank you.
dus wat spulletjes gekocht. En ik wil nog niks gekocht, dus ik wil iets kopen. Dus ik ga eventjes wat dingetjes aanpassen. Oké, ik heb dit rokje aan. Dit is een broekrokje. En het is hier een broekje. Deze zit heel lekker. Ik vind hem echt heel leuk. Dus ik denk wel dat ik deze ga meenemen. Dit is een winkeltje, maar ik kan niet heel veel aan. Dus dat is beter. En ik ga nu even de rest nog passen. Pakje aan. En deze vind ik net iets te lang. Ik vind hem net niet helemaal leuk. Hij staat wel mooi bij het topje, maar deze ga ik dus niet doen. Lekker. Dus ik ga nog even de rest weer passen. En deze doe ik niet. En die was trouwens volgens mij 26 euro. Ik heb even dit rokje aan, maar dit is gewoon niet echt mijn ding. Dus deze ga ik ook niet nemen. Ik ga nog even deze langer oppakken, want die zag er best leuk uit. Oké, deze rok is helaas iets te groot. ja, ik weet niet. Is gewoon iets te groot. Dus ja, ik ga nog ietsje andere dingetjes passen. Nou, goedemorgen. Het is vandaag 31. Woensdag 31 juli. En ik zit even aan mijn ontbijt. Het zag er net mooi uit. Nu ziet het er al uit als een oorlog. Maar wij gaan straks naar een soort onderwater iets ding. Ik weet eigenlijk niet eens hoe het heet. Ik zet hier wel een fotootje even neer, zodat je kan zien. Meestal herkennen mensen het wel op de foto. En we gaan nu even lekker eten en dan daarna met de bus erheen. En we moesten om 11 uur al ons huisje uit. Beetje jammer, maar hey, ik ga nu even eten. We zijn net ons huisje uitgegaan, of appartementen ding. We wachten even op mijn vader, want die was de kaartje aan het kopen voor het onderwaterding. En dan gaan we straks dus met de bus erheen. En ik mag dus nog voor mijn verjaardag een helm uitzoeken voor mijn scooter die ik ergens volgende maand of zo krijg. Dus, hebben jullie nou iets van leuke helmen of zo, weet je? Laat het gewoon achter in de reacties. Kan ik ook een beetje kijken. Ik wil, ja, gewoon, ja, ik weet niet. Ik vind helmen wel mooi met zo'n, ja, wit-zwart of een beetje bruinachtig. Maar geen felle kleuren of zo, zodat jullie dat weten. We zijn nu bij de entree van Oceanographic. En hier zijn dus allemaal visjes. Ik zal het even laten zien. En we hadden al kaartjes gekocht bij het receptieding van ons appartementending. Dus dat hoeven we niet meer te doen. En nu gaan we naar binnen lopen en ik zal lekker alles filmen. Deze dieren ben ik echt het bangst voor, zeker in de zee. Het zijn echt zeg maar de naarste dieren. En Damien prankte me gisteren dat er één in de zee zat. Ik ben even aan het vloggen. Oh. Dus kijk, als je daar kijkt zo, zie je een groep. Heel veel visjes. Ik weet niet echt of die worden opgegeten. We gaan weer even verder lopen. En daar zit een zeepaardje. Ja, die is aan het eten of zo. Geen idee. Wel schattig. Moet je even kijken hoe ziek groot dat dier is. Schattig. Oei, 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 oei. Oh, kijk die dan. Wat is dat? Kom dan, hè, kom dan. Het is een beetje een mors, hè. Hij stelt zich tegen. Oké, we waren net bij een gekke vogel. Eende ding, het was niet echt heel belangrijk. Maar ik zal even laten zien. Daar staat zeg maar wat er allemaal is. En we gaan nu naar de schildpadjes toe. Want die zijn leuk. En het is niet echt heel lekker weer. Het miezert ook een beetje. Maar hey, dat laat de pret niet bederven, hè. There are the flamingos. And I don't know. Ik ga even kijken wat hier is. Want ik weet het niet. Dus we lopen er eventjes heen. Hier zijn kleine turtles. Oh, dat is een klein schildpadje en een groot. Niet het hoofdje daar. Turtelen.
wat schattig. Kijk wat schattig. Hi. Hallo kleine. Oh, je hebt een stokje bij. Oh, dat vind ik heel lief. Hallo baby. Kijk wat een leuk mondje die heeft. Die is echt schattig. Die is achter de grond. Elke rok is heel groot bijna, met zo'n ding. Kijk hoe mooi het hier is. Kijk dat mondje. Oh, wow. Yo no paso por ese camino. ¿Por qué? What the fuck is dat? Eww. Wat is dit? Het ziet er echt niet uit. Kijk dat mondje. Kijk, daar zit een enge zaagdier. Die vind ik vreselijk eng. Kijk, dat zaag. Ik krijg er echt kriebels van. Het is wel mooi hier. Daar had je nog een hele tunnel, maar het was er zo druk om te filmen. Dus er zag je gewoon een beetje vis boven je. En hier zijn nog van allerlei visjes weer. Maar dat is het zwaarding. En die vind ik echt. Oh, het zwaarding gaat omhoog. Jackie. Nou, ik ben ook wel binnen. We gaan nu eventjes wat eten, want het is 1 uur. En we hebben honger. En we hebben net dus alle haaien gezien. Ik weet niet hoe groot het hier is. Het is best groot hier. Dus we kunnen hier nog best wel gaan zien. Hallo. Oh, kijk hoe leuk. Kijk daar. Oh, die vind ik heel leuk. Heel te schattig. We staat er net bij, blijkbaar het duurste restaurant. Dus daar zullen we even weggaan. Want dat is letterlijk voor 1 minuut 50 euro. Nou, sorry hoor, maar dat kan je beter voor avondeten doen. Ja, ik vind het goed. Dus... Oh, daar zijn ze. Ja, kijk daar. We gaan nu even naar een iets goedkoper restaurantje toe. Hoi, troncos, troncos de tierra que se han desprendido. Se deja llevar. Pero sí, sí, sí. No son, tienen unas patas, ¿has visto las patas que tienen? Y con esas patas también se pueden ayudar. Nou, we hebben eindelijk een plekje en ik heb een XXL roddel. Damien ook en mijn ouders hebben een broodje met ham. En we zitten leuk bij dit uitzichtje en daar komt het drinken. Sneeuw. Ze leggen daar ijs neer. Maar dit zijn echt degenen die echt in het koud water. Kijk daar. Maar die toch van de gat en moeder nog. Kijk, kijk. Hi. Ja, toch wel een hij schat die. Hi. Wat een liefje. Nu schuntje nou. Draai rond. Kijk nou. Hij zwemt op de kop. Ten gaat zo stop. Drie? Ja. Die zwemt alleen maar op de kop. Maar is die niet helemaal goed. Daarachter is nog een kleine. We zitten nu eventjes in een nieuw gebouw. En dat is een soort techniek museum of zoiets. We gaan er niet al te lang in, maar we vonden het wel even leuk om gewoon een beetje te kijken. En we zitten even stil, want we zijn een beetje moe. Want je moet hier echt veel wandelen. Ik heb echt geen conditie, maar maakt niet uit. We gaan er nu even kijken en dan gaan we naar een winkelcentrum. En we gaan ook nog naar een ander gedeelte met allemaal palmboompjes. We zijn nu, ik heb geen idee hoe dit heet. Maar dit, als je Valencia kent, ken je dit wel. Zeg maar met hier, precies, al die palmboompjes zijn hier. En het is snikheet met het jurkje aan, maar hey. Het is een leuk jurkje, dus we doen het er gewoon mee. En we zijn net dus in zo'n raar technisch museum geweest, maar er was echt geen hol aan. En straks gaan we dus naar de Bijenkorf van Spanje. En dan gaan we daar even lekker winkelen, want I love winkelen. En nu, lopen we hier gewoon een beetje rond. Maar het is wel warm en mensen kijken me een beetje raar aan. Maar hey,
Ik heb scheid. We zijn nu in de soort van bijenkorf van Spanje. We gaan even lekker loeren naar kleding en zo. Want ja, we gaan daarna even drinken. En ik zal jullie even lekker laten zien als ik iets ga passen of dergelijks. We hadden al een tijdje een broek voor het dansen. We hebben alleen die waren hier al 70 euro. En hier was die random 30 euro. Helemaal top. Dus ik ga die even passen. We zitten even bij een pizzeria. En we hebben even een stukje gelopen. Ik was een beetje moe. Ik heb mijn pizza eigenlijk al op, dus daar zie je eigenlijk ook niet zoveel van. Ik kan wel even die van Damien laten zien. Damien heeft, wat had je? Een tonijnpizza. Maar... En we gaan straks weer naar de camping toe. Ik wil eerst nog langs de Calcedonia, maar ik denk dat ik hier niemand blij mee maak. Maar mezelf wel. En we hebben nog random gratis bon van de Mac, dus we gaan er ook eventjes langs. En ja, dan gaan we weer terug. Ik word helemaal warm. Ik heb deze nog even gekocht. Dit is van de Allee Hop. Het was één dingetje en dat kostte 2 euro. Ik vond het wel leuk.